een eerder gedane verzoek om een managersfunctie bij Feyenoord heeft ingetrokken. En dat betekent dat voor de rest van de situatie, van de rest van dit seizoen, de situatie blijft zoals hij was wat de taakverdeling betreft. Hans Kraaij is de hoofdtrainer en zijn assistent Ab Favier is de coach tijdens de wedstrijden. Groningen, Feyenoord dus, onze man in het Oosterparkstadion is Evert ten Apel. FC Groningen trapt af in het Oosterparkstadion dat al weken is uitverkocht voor dit bekertreffen tegen Feyenoord. 16.500 toeschouwers. Groningen zonder Bud Brokken, Jan van Dijk en Steve Kobel. Ernstige handicap dus. Feyenoord compleet. Erwin Koeman, Karel Hiddink. Groningen wel meteen aanvallend. Theo Keukens en het is Joop Hiele die onderschept. Schokker. De vleugelverdediger. En Ron Jans. Hiddink. Erwin Koeman. McDonald en Nielsen. En bovendien is daar voor Feyenoord Hiele. Ronald Koeman. Broer Erwin. Op links is Keukens. Hier. Van Til probeert het gat te dichten. Nielsen voor McDonald. Legt hem dan pas klaar voor Steenke. Die had daar iets mee kunnen doen. Nielsen onderschept de paas van Theo Keukens, maar doet dat niet goed. Steenige had deze kans moeten benutten. Vijfde minuut. Nielsen trapt te hoog. Indirecte vrije trap voor McDonald, dus voor Groningen. Een ideetje voor de gebroeders Koeman. Erwin op Ronald, die uithaalt van afstand. Hiele reageert in tweede instantie goed. Heeft de ruimte om te pasen. Gullit en Anne Mulder. Gullit kan veel. Bijvoorbeeld dit, deze voorzet van Houtman. Tukker vangt, maar bovendien duwt Houtman Waalderbos weg. Erwin Koeman. Lastige bal. Van Hanegem ploetert. Verliest hem aan Ronald Koeman in de sandwich. Vrije trap Groningen. 2 meter buiten het strafschopgebied. En bovendien de eerste gele kaart van de wedstrijd. Voor Michel Valken. Ronald Koeman opgelapt. Vroeger had FC Groningen Peter Houtman om dit soort situaties af te ronden. Dit soort vrije trappen. Nu is er McDonald. Jans leidt in met een schijnbeweging. Keukens. Dit is heel ingewikkeld. Ronald Koeman, Hiele. In de middencirkel Ronald Koeman op broer Erwin. Die wordt van achteren aangetikt door Jeliaskov. En dat doet pijn. Het gevolg is dus deze vrije trap. Halverwege de eerste helft, Karel Hiddink. McDonald beweegt veel, maar de bal gaat naar Ronald Koeman. Dan is daar McDonald. En een schitterende reactie van Joop Hiele. Vrije trap van Karel Hiddink. McDonald zorgt voor afleiding. Krijgt hem dan toch via Ronald Koeman. Dat Hiele goed is vanmiddag, dat is duidelijk. Hoekschop, Keukens. Waalderbos duwt veel, Valken komt weg. Keukens opnieuw. Schokker. En dan de mogelijkheid voor een tegenaanval via Pierre Vermeulen. Erwin Koeman. Je ziet het, Keizer heeft de gele kaart in zijn hand. Eerlijk is eerlijk, waar Valken hem eerder in de wedstrijd kreeg. Nu ook een speler van Groningen. Waalderbos kwam er al voor een aanmerking. Dit keer is het Erwin Koeman. Koeman. Mulder. Jans. En daar komt Van Hanegem. De sluiting precies op tijd ingezet. Hier gaat hij voor. Een andere. De boosheid van Van Hanegem is begrijpelijk. Het was een correcte tackle. Niettemin krijgt Groningen de vrije trap. Precies een half uur gespeeld. Erwin Koeman. En daar is plotseling Steenke. Die krijgt de bal niet onder controle.
Ronald Koeman. Voorin alleen McDonald. Op links is nu ook Jans. De tackle van Hanegem is goed. Keukens. Erwin Koeman. Langs drie man. Goede paas ook. Hiele aarzelde wat hij moest doen. Daar is McDonald. Slordige vrije trap. Jeliaskov doorzag het plannetje. Maar Ronald Koeman komt terug met een hard schot via de broek van Hanegem. Hoekschop. Erwin Koeman. Ja, daar is niemand. Kruis maakt het zichzelf moeilijk. Drie Groningen is te veel voor hem. Keukens. Steenge. Zelf doorgelopen, maar Donald is er ook. Hiele voorkomt een doelpunt. En bovendien is het ook geen strafschop. Goede beslissing van Keizer. Vermeulen geagiteerd omdat hij een duel verliest. En schopt dan een plotseling een speler van FC Groningen onderuit. Ronald Koeman. De afgang van Pierre Vermeulen. Triest, maar wel terecht. En Favier, hoe moet het nu verder? 10 Feyenoorders. Minus Vermeulen dus. Tegen 11 spelers van FC Groningen. En Koeman die de wedstrijd voortzet. Het gebeurde achter op de middenlijn, hè? Ja, Koeman, nummer 7, dat is Erwin, geloof ik, hè? Die ging binnen door en ik kom van buiten. Maar het ging allemaal zo snel en ik wil een slijding in toepassen, dus, hè? Dus ja, ik pak hem dus. Nou, ik dacht niet zo zwaar. Want beschermbeen, zeg maar, had geen beschermers om, dus dat valt best mee dan, hè? Keizer stond er bovenop. Hij stond meteen erbij, dus je hebt het duidelijk kunnen zien. Het trok meteen de rode kaart en dan moet je het accepteren. Hij staat er bovenop, dus hij is de man die het moet beslissen dan. Hè. Geel of rood. Ja. Het is natuurlijk zwaar om zoiets te accepteren tenminste. Maar ja, ik ben meteen met velf gegaan. Dus ik ben meteen even de dugout gaan zitten bij de jongens. Dus toen ben ik er binnen gegaan. En toen kwam alles los, zeg maar. Toen ben ik even buiten gaan wandelen, want ik kon niks meer horen, niks meer zien. Toen heb ik mijn vrouw opgebeld. Het is een verwachting, dus ja, je weet nooit, hè, als de radio thuis heeft aanstaan. Dus ja, dat was het eerste. Valken met de lange paas. Houtman en Walderbos. Dit keer wint Walderbos. En daar is Hoekstra. Haalt uit met links, een prima schot en bijna een doelpunt. Karel Hiddink. Wijnstekers en McDonald. De jongen, hij is de invaller bij FC Groningen. Hij heeft aanvallend meer dan Wim Schokker, voor wie die in het veld is gekomen. Hielen met één vuist. Mogelijk dan nu het offensief waar het volle Oosterpark op zit te wachten. Keukens. McDonald. De jongen had hem op zijn voet. Valken verdedigt uit. Houtman helpt. Opnieuw Jan de Jonge. Het is de routine van Hanegem die wint. Maar ook Van Hanegem verslikt zich. En de overtreding van Wijnstekers. Valdebos gaat maar eens op avontuur. Geeft voorlopig een korte paas op Keukens. McDonald, rand buiten spel. Erwin Koeman moet scoren. Hiele voorkomt. Jeliaskov, Hoekstra. Keukens, Steenke, Ronald Koeman. Is dit het offensief van FC Groningen? De voorzet van Steenke. McDonald weggezet door Nielsen. Troost verdedigd uit. De beste kans van Groningen tot nu toe voor
Erwin Koeman. Het is Joop Hiele die voorkomt. Keukens. Jans. Keukens. McDonald. En de Jonge. En het is 1-0. Breed opgezette aanval van FC Groningen. Ron Jans. McDonald is het tussenstation en plotseling krijgt de invaller Jan de Jonge de kans. Hij scoort 1-0, 23e minuut. Mario Been met nummer 13, een extra aanvaller. Hij gaat de plaats innemen van Willem van Hanegem. Die geeft nog een paar aanwijzingen voor de laatste minuten. Keukens. Eenzaam en alleen voorin Ron Jans. Groningen kiest voor de counter. Het laat Feyenoord komen en probeert af en toe uit te breken. Wijnstekers, Nielsen, de Jonge, Jans. De breakout van FC Groningen op links ingeleid. Jan de Jonge vervult opnieuw een hoofdrol, de invaller. En uiteindelijk is het Ron Jans die het karwei afmaakt. 2-0. Groningen kan niet meer stuk, zo lijkt het. Gullit probeert het via een wanhoopschot. Het is nog een hoekschop ook. Mario Been. Tukker komt uit zijn doel met één vuist. Wijnstekers kan opnieuw inzetten. Tukker te midden van veel spelers. Het is Erwin Koeman die redt op de doellijn. Hiddink verslikt zich daar. En Mulder moet het herstellen. Opnieuw ten koste van een hoekschop. Mario Been heeft haast. Houtman voorin, Jeliaskov voorin op deze hoekschop van Been. Houtman weggezet door de Jonge. Wijnstekers. Via het been van Walterbos, nieuwe hoekschop. Het is lovenswaardig dat Feyenoord in elk geval nog iets probeert. Wijnstekers. Houtman kopt, een bepaald niet slecht, bovenkant lat. Hoekstra en Hiddink. Het is Hoekstra die wint. Jeliaskov die uithaalt via het been van Erwin Koeman. Hoekschop Mario Been. Houtman, weggekopt Hiddink. De eerste actie van de Haan. Wijnstekers, dat is knap. En nu schieten. Goed schot ook. En gered door Erwin Koeman.